Hoi, welkom de groep, dames en heren, in de Super Nationals Plus 2000cc. Met een mooie start van Steve Volders in de Mark 1 Escort. Met Ludo Helve op de tweede positie. Dan hebben we Harry van Geneugde met Danny de Peukelaar in de Corsa. Die helemaal buitenom voorbij gaat aan van Geneugde. En aankomt bij Ludo Helve. En achteraan zit Dave Kuijne in de BMW. Dat is de ranking vooraan Ford Escort Mach 1 van Steve Volders. En die sprint weg bij Ludo Helve op de tweede plaats. Derde plaats voor Danny de Beukelaar. Dan hebben we Harry van Geneugde in de Volvo, gevolgd door de BMW van Dave Kuijne. Steve Volders, les deux escortes à l'extérieur. Eh bien, elles sont toutes les deux devant celle de Volders, devant Helvin. Ludo Helvin également deuxième position. La Corsa est passée par le Jokerlin, la voiture de De Beukelaar, et la Volvo pour le moment est en troisième position, Van Geneugden. Was a mistake, and I hung my head and sadly cried. No happy Christian ever made no mind. Way down. Steve Volders, Joker Lap avec son escorte. La 77, toujours bien installée en tête. Maar dan gaat Danny de Beukelaar mooi voorbij aan Ludo Helve. Maar Ludo probeert daar te pareren. Maar dan komt er een heel spellende rook van onder de Corsa vandaan. Bij Danny de Beukelaar op de tweede positie. Volders aan de leiding. De Beukelaar op de tweede plaats. Dan hebben we Ludo Helve. Gevolgd door Harry van Geneugde en Dave Kuijne in de BMW. De ranking de volgorde op dit ogenblik. Hier richting de eerste vocht aan de leiding. Volders in de Escort 77. En dan de rokende Corsa van Danny de Beukelaar. Jumpt naar beneden. Ah, van Geneugde die te laat in de remmen gaat. Daar gaan we. Tiende van een seconde verloren. Met Dave Kuijne in de BMW. Gevolgd door de Escort van Ludo Helven. Il y a un problème avec l'escort de Ludo Helven. Il était en deuxième position. Il vient de rétrograder à la dernière, tandis que Steve Volders lui est bien installé en tête. Il va franchir d'ailleurs maintenant le drapeau à damier devant l'Opel Corsa de Danny de Beukelaar, deuxième. Ah, mon overwinning.